Opgave is als volgt. We hebben een bierfles en je blaast over de tuit van de bierfles heen. De bierfles is leeg. En als je dat goed doet, dan kun je een toon horen. En de toon die we in deze situatie horen is er eentje van 333 hertz. Gegeven is dat de buik van de staande golf die zich in de fles ontwikkelt, die buik bevindt zich 2 centimeter boven de opening van de fles, dus buiten de fles. Temperatuur is gegeven, die is 20 graden Celsius. En de vraag luidt, bereken nu eens hoe groot die bierfles is. Bereken de inwendige hoogte van de bierfles. Nou, daar gaan we. Dit is een hele slordige tekening van de bierfles. Maar we kunnen wel aangeven waar zich de buiken en de knopen bevinden. Nou ja, buiken en knopen, daar is geen sprake van. Er is 1 buik en er is 1 knoop. Knoop bevindt zich hier en de buik bevindt zich 2 centimeter boven het gat van de fles. Nu weten we natuurlijk dat de afstand tussen 1 buik en 1 opeenvolgende knoop, die is altijd uitgedrukt in golflengte 1/4 lambda. Dus wij weten dat deze afstand 1/4 lambda is. En we weten ook dat de afstand tussen de buik en de bovenkant van de fles, deze afstand, die is 2 centimeter. Hoe gaan we die oplossen? Het zou fijn zijn als we natuurlijk lambda zouden weten. Dus de vraag is, kunnen we lambda berekenen? Het antwoord is ja, en dat doen we als volgt. Lambda is namelijk de geluidssnelheid delen door de frequentie. En de geluidssnelheid weet je, nou, je weet hem niet, maar je kunt hem opzoeken, want het is 20 graden Celsius. En als je dan de BINAS pakt, dan staat daar een snelheid in van 343 meter per seconde. En de frequentie is ook gegeven, die is 333 hertz. Nou, die twee op elkaar delen, geeft ons de lambda 1,03 meter. Als je de lambda weet, ja, dan weet je natuurlijk ook 1/4 lambda. Is 1,03 meter delen door 4, dat komt dan uit 0,258 meter. Nou, die afstand staat aangegeven hier in onze grafiek, dat is de afstand van de buik tot de knoop. Nou is deze afstand precies 2 centimeter groter dan de grootte van de fles. Dus de grootte van de fles weten we ook. De grootte van de fles is niks anders dan deze kwart lambda. Min 2 centimeter. En dat is afgerond naar significante cijfers. 2 significante cijfers. 0,24 meter, oftewel 24 centimeter. Nou, dan weet je meteen dat je het goed hebt gedaan. Want 24 centimeter is natuurlijk een hele gangbare maat. Daar kun je wel een beetje voorstelling bij maken. Een hele gangbare maat voor een bierfles.